Ja, ik krijg vaak berichten, vrienden. Dit keer zijn het mensen uit twee dorpen. Ja, want het is weer raak. Er wordt weer een AZC door strotjes geduwd. Ja, en dat gebeurt dit keer in de dorpen Heerle en Wauw. Ja, en dat zijn twee dorpen van de gemeente Roosendaal. Ja, en die hebben dus besloten dat in Heerle dan, hè, zo'n klein dorp, er wonen maar 1800 mensen of zo, niks. En die mensen die wonen daar in alle rust en in alle veiligheid. En die krijgen ineens daar 300 mensen in een AZC op hun dak. Ja, ja, en die zijn er een paar weken geleden achtergekomen. Dus, die mensen die zijn boos, maar die zijn vooral boos ook op de mensen die de trein verhuurd hebben. Een van die familieleden, die woont daar, die woont in het dorp. En die kreeg dit spandoek. Hier, dat hebben ze daar even neergezet. Zie je dat? Genaaid door de buren. Ja, wij een AZC, zij een gevulde portemonnee. Ja, het is ongezellig daar in Heerle met elkaar. En in Wauw zijn ze bang dat al die asielzoekers die gaan lopen of op fietsen of weet ik veel, gaan die op weg naar Bergen op Zoom. En die komen dan door dat Wauw heen. Maar in beide dorpen is natuurlijk geen zak te doen. Nee, dat Heerle, daar kan je kanon afschieten. Je hebt een één piepklein supermarktje en dat is het dan. En dat Wauw, daar wonen ook maar 4000 mensen. Dat is ook helemaal niks. Maar de mensen zijn wel intussen, nu, ze weten het pas, wanhopig. En worden door niemand gehoord. Ook niet door de lokale media, die doen er weinig mee. En die komen dan bij mij en die zeggen, Harry, wil je alsjeblieft, alsjeblieft hier iets over zeggen. Want wij zijn hier, wij wonen daar voor onze rust en onze veiligheid. En wij willen geen asielzoekers. Niet. Dat is de mededeling. Dus ik zou zeggen, ja, want zij zeggen bijvoorbeeld, ja, je kan zomaar daar een terrein. Dat kan zomaar goedgekeurd worden voor zijn AZC. Maar als wij dan een dakkapel willen hebben, dan moeten we maanden wachten op goedkeuring. Alles kan en alles mag. En als het maar voor AZC is, alles goed. En daarom, die mensen die... Oh, wanhopig. Gemeente Roosendaal. Hé, luister naar je inwoners.